Tijdens de feestdagen kopen veel mensen sint jacobsvruchten bij de vishandelaar. Ik bereid er deze keer een snel gerecht mee, zodat ik mee kan aanschuiven aan de feesttafel. Want ik maak een carpaccio van sint jacobsvruchten en pompelmoes. Danny Huigebaard, Noordzee-chef en visser, staat hier bij mij. Nu, Danny, vandaag heb je iets heel speciaals meegebracht, hè? Ja, inderdaad. Schaaldieren. Sint Jacobs schaal eigenlijk. Dus, hoe wordt dat eigenlijk opgevist? Ja, voornamelijk eigenlijk met de boomkor, maar ook, je hebt ook een speciaal systeem. En de boomkor is een manier van sleepnetten, ja, eigenlijk, hè? Sleepnetten over de bodem. En komt dat eigenlijk veel voor aan onze kust? Aan onze kust niet, want dat is echt wel westelijker van voorbij Doeverkhal. En toen kom je dan eigenlijk aan van meestal de Franse kant en eigenlijk de beste. Ja, want het is toch wel een delicatesse, hè? Het is inderdaad. Het is ook een iets duurder product, denk ik. Hè? Dat is, je moet ongeveer 6 kilo schaap nemen voor een kilo vlees. Dus, en hoe maak je dat nu open? Kijk, dat is gewoon eigenlijk gewoon het mes erin gaan steken. Ja. Dus we gaan hem eigenlijk echt een beetje openduwen. En dan gaan we eigenlijk gewoon langs die schaap snijden. Voilà. En dan hier eigenlijk. En daar zit ze. Hier zit mooi die schaap. Ja. Dus eigenlijk gaan we dat nu gewoon losmaken. En dat moet nu nog gespoeld worden, veronderstel ik. Absoluut, hè. Want er zit er altijd een beetje zand in. Dus, ja. Nu, voor die in carpaccio te snijden, moet je daar nog het een en het ander aan doen. Ik ga u laten verder doen. Want vandaag ga ik iets feestelijker te werk gaan. Ik ga een carpaccio van coquilles of de sint jacobsvruchten klaarmaken. Want met de feesten in het vooruitzicht willen we onze vrienden toch ook allemaal eens verwennen. En dan met zo'n edel product, al die sint jacobsvruchten, is dat ideaal. Voilà. Voilà. En dat is het sint jacobsnootje, ja, dat ze zeggen, ja, hè? Ja, voilà. Voilà. En nu weet ik hoe dat ik verder moet, want ik ga die coquille in heel dunne plakjes snijden. Dus een carpaccio. Het is de rauwe vis, een beetje zoals sushi. En ideaal dus om als voorgerecht te serveren. En hoe vind je zelf die coquille het lekkerst, Danny? Oh, eigenlijk kort aangebakken. Dat is eigenlijk nog heel kort gebakken. Ja, als er nog rauw zijn. Dus, binnenin nog wat rauw en aan de buitenkant mooi dichtgeschroeid. Ja. Nou, dat vind ik ook wel lekker. Wat is nu de beste periode om die coquilles te eten? Nou, dat begint in feite van half oktober tot het einde van maart. Eigenlijk de winterperiode dan, hè? Ja, de winterperiode, ja. Ze hebben dat heel goed gekozen uiteindelijk, hè? Dus al die lekkere producten met de feestdagen, hè, de coquilles, die zijn dan op hun top. Dus ideaal om als feestgerecht klaar te maken. Die coquilles die kan ik al op de bordjes leggen. En ik leg die zo, ja, dakpansgewijs, heel het bord vol. Dus ik verdeel die. Hier komt dan straks een marinade op. Maar voordat die marinade erop komt, ga ik ze nog fris houden in de koelkast. Deze kunnen al in de koelkast en dan kan ik vlug nog een ander bordje maken. Danny en ik zijn een perfect team, want terwijl hij de sint jacobsvruchten uit de schelpen haalt, kan ik ze vlotjes in carpaccio snijden. Een helpende hand is altijd heel fijn tijdens de drukke feestdagen. Bij die carpaccio van sint jacobsvruchten komt iets misschien toch apart. Dit is pompelmoes. Nu, dat is een combinatie pompelmoes, sint jacobsvruchten die heel lekker is en goed samengaat. Ik ga die à vif snijden, dus tussen de vliezen door. En ik begin al met de 2 uiteinden van die schil weg te snijden. En het is de roze pompelmoes. Mooi roze van binnen. Ik zou ook voor een witte pompelmoes kunnen kiezen. Maar qua kleur, hè, die coquilles of die sint jacobsvruchten, die zijn al bleek van kleur. Daarmee is dat heel mooi om dat met een roze pompelmoes te doen. Nu snijd ik eigenlijk de pel weg. En ik probeer zoveel mogelijk van het wit weg te snijden. En in het begin weet je dat niet goed hoe dik dat die schil juist is, hè? Dus het eerste sneetje dat je maakt is altijd wat moeilijker. Zo. En nu zie ik hier zo'n wit randje en dan kan ik daar nu met mijn mes mooi langs glijden. En dan ben ik zeker dat ik het wit zoveel mogelijk mee heb. Want als er één ding aan betant is, en dat is niet alleen van pompelmoes, ook van sinaasappel. Als je dat in een gerecht gebruikt, dan zijn dat die vliesjes en die witte pelletjes die daar nog aan hangen. Dat smaakt allemaal een beetje bitterder. En door dat weg te snijden, houd ik enkel het mooie vruchtvlees van die pompelmoes over. Nu, Danny, ik heb daar ook nog limoen in de grote groentebak zitten. Zou je dat voor mij willen persen? Eentje. Eentje zou goed zijn. Want vandaag, buiten het snijden van de coquilles en het snijden van de pompelmoes, is er niet zoveel werk. En dat is wel handig met de feestdagen, dat je ook eens een gerecht hebt dat niet te veel werk is. Zo. En ik heb hier een kommetje en dat is dan vooral om het sap op te vangen. Dus ik snij eerst al langs één kant van dat vliesje, dan de andere kant. De eerste is altijd wat moeilijker. Zo. Hopla. En lukt het, Danny? Ja, maar... hier zit. Ik heb wel ook fruitpers. Maar ja, maar dat gaat hier even... Dat gaat even zodat er ook niks meer in zit. Jij bent toch een speciaalkes. Maar dat wil niet meer zijn. Dus fruitpers en... voilà. Uitgeprest lekker citroen zijn we toen. Je hebt heel veel sap, dat is goed. Voilà, kijk. Dus ondertussen ben ik hier nog die pompelmoes aan het verder snijden. Hopla. Dus ik snij eerst langs het vliesje. En dan keer ik terug met het mes. En dat sap kan ik nog gebruiken, want dat is eigenlijk een deel van mijn vinaigrette. Die limoen ook trouwens, maar ja, alle vruchtensappen die hebben bepaalde zuren. Hè, of dat nu een bittere of een toch bitterdere pompelmoes is of een limoen. Die fruitzuren die zitten daar overal in en dat is een ideale smaakmaker voor vinaigrettes. En zuren, ja, die zorgen altijd een beetje voor het marineren. En in dit geval zal dat het limoensap en het pompelmoessap zijn die daarvoor zorgt. Is dat iets dat je met de feestdagen ook eet, de coquilles, Danny? Of de sint jacobsvruchten? Absoluut, ja. Dus, dat mag er niet op mes, niet. Nee. En daar drinken we natuurlijk wel een wijntje bij, hè? Zo, ik heb daar in de koelkast iets lekkers staan. Dat is hier, hè? Ja. Want een wijn openen, ik vind dat toch altijd... Als er een man in de buurt is, is dat best dat hij dat doet, hè? Die pompelmoes die is nu helemaal tussen de vliesjes doorgesneden. Je ziet, al die vliesjes die zitten hier nog. En dan kan ik de rest van het sap uitknepen. Zo. Het limoensap, dat mag er ook bij. Dus je ziet, ik heb hier al een deel van mijn zuren, een deel van mijn marinade. Daar komt ook nog een olijfolie bij. En als ik een marinade maak, dan kies ik toch wel voor een verfijndere olijfolie. Want voor het bakken kan je gewoon olijfolie gebruiken. Maar als die olijfolie moet dienen om te marineren, dan kies je toch wel voor een luxueuzere versie. Die mag erbij. En ik kijk een beetje hoeveel sap dat ik overhoud van mijn limoen en mijn pompelmoes. En dan moet ik toch 2/3 van deze hoeveelheid aan olie toevoegen. Zo. En dan nog gewoon bijkruiden met peper en zout. En dan is eigenlijk die marinade klaar. Danny, de coquilles die in de koelkast zitten, zou je die voor mij eens kunnen pakken? Want die marinade mag nu over de coquilles. Nog eens omroeren. Oké. En dan lepelen we die marinade over die sint jacobsvruchten. En ook dat bordje. Voilà. Die mogen nu een half uurtje marineren in de koelkast. En dan kunnen we verder. Maar voor we verder gaan, mogen we onszelf wel eens even verwennen met de witte wijn. En zeker tijdens deze feestdagen. Bij de Sint-Jacobsvruchten heb ik gekozen voor een Chablis. Want wijnen uit de Chablisstreek die passen perfect bij de schaal- en schelpdieren. Bij het gerecht komt nog een lekkere saus. Het is een saus op basis van zure room en mierikswortel. Nu, mierikswortel dat heeft ook zoiets een pikant smaakje. En denk maar aan sushi, dan ga je wasabi of gember gaan toevoegen. Nu, die mierikswortel die smaakt ook stevig door. Dus ik ga ongeveer een goede eetlepel bij de zure room doen. En dan krijgt mijn gerecht direct toch wat meer karakter nog. Hè. Dus ik roer dat door de zure room. Hier komt dan nog wat peper en zout bij. En dat is het eigenlijk. Een paar krakjes peper. Een paar krakjes zout. En Danny, eigenlijk mag je de bordjes al uit de koelkast halen. En dat is ook klaar. Ondertussen, die sint jacobsvruchten, die zijn mooi gemarineerd. En nu moet ik enkel nog het bordje afwerken. Dus ik heb hier de pompelmoespartjes. Ik ga die nog een klein beetje doorsnijden, zodanig dat ik, net zoals de carpaccio van de sint jacobsvruchten, zo heel fijne partjes heb. En die verdeel ik over de bordjes. Voilà. Een beetje van de zure room en mierikswortel. En dat doe ik mooi in het midden van het bord. En dan straks, als we dat eten, is dat gewoon een klein beetje op het vork erbij. En dan is dat klaar. Appelkappertjes. Die smaken er ook lekker bij en ze zijn ook heel decoratief. Zo, 2 appelkappertjes mogen erop. Zo. En dan heb ik hier fleur de sel. Dat is zo'n heel fijn zout. Dus dat past ook ideaal bij mijn gerecht. Een beetje op de kappertjes en dan de rest over mijn gerecht. Het ziet er ondertussen al mooi uit, maar er mag zo nog een klein toefje groen. En ik heb hier de shisoblaadjes. Dat zijn eigenlijk allemaal kleine scheutjes. En die passen perfect bij het toch delicate bordje. Roze peperbolletjes, Danny, dat weet je wel welke dat zijn, hè? Die gaan we ook nog gebruiken. Dus ik doe hier en daar zo'n blaadje van de shiso. En die bestaat in verschillende kleuren, hè? Dat wordt ook wel de Japanse munt of Vietnamese koriander genoemd. Nog een paar groene blaadjes. En dan mag je zo een paar van die roze peperbolletjes erover doen. Voilà. De finishing touch, hè? Ja. Nu hebben we een heel feestelijk gerechtje, de carpaccio van sint jacobsvruchten, met een heerlijk sausje dat eigenlijk in geen tijd klaar is. Dus ideaal om de vrienden eens mee te verwennen en zeker met de feestdagen.